Hey YouTube, fijn jullie kijken naar deze video. Vandaag vertel ik Jonathan, mijn vriend, dat ik zwanger ben. Hij had geen idee dat ik die dag ging testen. Hij had geen idee dat mijn regels een dag te laat waren. Want ik denk, de dag voordat ik ging testen, had ik hem gezegd, omdat ik al zo'n beetje een indruk had dat er zo wat dingen bezig waren, had ik gezegd van ja, ik moet dan tegen het weekend mijn regels hebben. En dat was echt nog 4 dagen of zo. Zodat hij zeker niet zou weten dat ik zou testen. De buurmeisjes zijn een beetje luid aan het spelen buiten, maar ik hoop dat jullie mij goed horen. Dus hij had geen idee dat ik ging testen. Dus hij is ook gewoon helemaal verrast, helemaal uit de lucht gevallen. Hij had het echt totaal niet door. En daarmee, je ziet ook dat hij nog snoep aan het eten is. Dus hij had snoep in zijn mond gestoken en hij komt naar dat pakje van al kauwend. Ja, moest hem geweten hebben wat het was, had hij dat waarschijnlijk niet gedaan. Hij wist natuurlijk ook niet dat ik aan het filmen was. Ik dacht gewoon dat ik iets random had gekocht voor hem. Dus laten we kijken naar zijn reactie. En dit is ook gefilmd op dezelfde dag dat ik het zelf te weten ben gekomen. Dus die ochtend heb ik zelf mijn positieve test gehad. Een filmpje was mijn vorige filmpje. En ja, het is dus gewoon dezelfde dag. Oké, dus ik weet nu een paar uur dat ik zwanger ben. En ik ging sowieso vandaag naar de Meijer. Het is wel coronatijd. De winkels zijn net terug open, dus het was niet zo fijn. En ik ben heel voorzichtig geweest. Maar ik heb een paar dingen gekocht waarmee ik Jonathan ga verrassen. En waarschijnlijk ook de rest van onze familie. En het was echt gewoon crazy om tussen de baby spullen te kijken. Dus dat heb ik gekocht. Dus ik heb 2 toetjes. En dan heb ik een kaartje van Hello Little One. En dan kan ik hier opschrijven van You're gonna be a daddy. En dan, oh my god. En dan dit onesietje. Is voor echt 1 tot 2 maanden. Super klein. Je ziet het niet goed. Ik zal het straks beter tonen. Maar oh my god. Hij is thuis. Dus zien jullie die kleine witte doos op tafel? Daar zit dus dit in. Dit is dus wat hij gaat zien. Een zwangerschapstest. En wat ik gekocht heb in de winkel. Super cute. Hij is net naar de winkel geweest. Dus misschien wil hij eerst nog al het eten uitladen. Ik hoop van niet, maar... Stress. Nee, echt? Yay! Echt of niet? Yay! Nee, echt? Echt waar? Oh no! Baby! Echt waar? Oh! Oh my! Oh my, dan moeten we nog veel regelen. Man, hoe gaat het nu? In 2-3 weken, wat betekent, ik zit nu aan 5. En dat is dan zonder de behandeling geweest. Man, dat meen je niet. You gonna be daddy. Wee. Ik ben een goede man. Ja.
En dan... Gelijk! Wajo! En wel die een baby gekomen. Ja, een baby. Hier ben ik weer. Dat was zo'n schattige reactie, al zeg ik het zelf. Ik had echt niet gedacht dat hij zo emotioneel zou worden. Ik had het ergens wel gehoopt, maar ik vond het super schattig. En de rest van de dag waren we gewoon altijd kei blij en echt er veel over gepraat. En hij echt zo vaak van, wow, wat, hè? Helemaal natuurlijk ook nu. En ja, waren we gewoon super blij. En in de volgende video vertel ik het mijn vrienden en mijn familie, wat ook echt super leuk was en spannend. Maar bedankt om te kijken. Abonneer jullie alsjeblieft op mijn channel. Dat helpt mij enorm. En dat gaat mij ook motiveren om meer video's te maken. Ja, en mijn volgende gaan in het Engels zijn. Gewoon omdat iedereen wel Engels verstaat. En dan heb ik een beetje een breder bereik. Maar je moet dus een eigen account aanmaken om te kunnen abonneren. Ik weet dat dat een beetje werk is, maar dat steunt mij wel echt enorm. Zo die likes en die abonnees. Dus zo kei lief zijn. Tot de volgende keer en ik ben gewoon super happy. Doei!